Een hele goede middag allemaal, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Herman Nieuws. Ik heb vandaag één nieuwspunt en dat gaat over de crossover service, de crossover church en de crossover dienst die zal weer plaats gaan vinden. Dit keer op zaterdag 11 november. Nou, dit zal de opening zijn, dus zorg ervoor dat u aanwezig bent. Het is bijzonder en het zal zeker een geweldige dag zijn. Crossover dienst, we gaan toch beginnen om 5 uur. En ja, onze doelgroep zijn alle multinationale studenten. De mensen vanaf 16 tot en met 30 jaar zijn van alles van harte welkom om mee te doen met een crossover service. Dus het is wel multinationaal, dus de diensten zullen ook in het Engels worden gegeven. Nou, als u verder nog vragen heeft, aarzel dan niet om of naar mij te komen, of naar Nicee, of naar Isaac, of u komt naar Xavier. Stel de vragen die u heeft over de crossover service. 11 november om 5 uur gaan wij dus van start. Nou, gisteren hadden we nog een praise night van de JKI. Dat was een bijzonder evenement geweest en heel veel mensen waren bijzonder gezegend. Heeft u dat gemist? Zorg ervoor dat u de volgende keer ook bij bent. Ben op tijd bij alle evenementen die hier plaats gaan vinden. En bekijk ook altijd onze website en onze Facebookpagina www.herman.nl. Dat waren voor nu alle nieuwspunten. Ik wens u nog een fijne zondag en een gezegende week. God zegen broers en zusters.